Een mens hoor nie elke dag van een Afrikaanse boerseun wat een restaurant in Frankrijk oopmaak nie. Maar dat is precies wat Jan Hendrik van de Westhuizen onlangs gedoen het. Hy was ook terug in die vaderland om zijn eerste kookboek bekend te stellen. So een paar maanden geleden toe Bravoure in Frankrijk was, het Hannes by die bekende chef en fotograaf Jan Hendrik van de Westhuizen in Parijs gekeer. In die tussentijd was hij een baie bezige man en is hij niet net in die eindstadium om zijn restaurant Jan in Nice in Frankrijk op te maken. Maar vandaag wordt zijn kookboek The French Affair ambtelijk in Zuid-Afrika bekendgesteld en ek is hier om te proe en te praat. Parlez vous Afrikaans? Oui, je parle Afrikaans. Très bien. C'est très bien. Welkom terug in die Kaap. Dankie. Hoe voel het om je boek te zien? Het is incredible. Toen ik geland heb bij Lughaven, toen stap ik met die klomp tassen en die trolleys en alles. En ik kijk zo naar die venster van CNN en ik sla, dit is mijn boek. En het was insane geweest. En vanuit jy daar gaan blij het, hoe het jou houding ten oor kos verander? Soos jy sal weet, wat ook mal is oor Frankrijk en Parijs. Helemaal. Dit is, you kind of walk on the cobblestones en dit vat net vir jou deur al jylle nostalgie van waar die kos vandaan kom en hoe, it's not packaged. Jy weet wat ek bedoel, dit is the real thing. En dit het my heeltemal like, terug laat dink in my kinderdae. Want op die plaas groot geword en grondboontjies geoes en mielies gepluk en dit het vir my dadelijk die connection laat spark. En absoluut, kos het net weer teruggekom in my lewe, so groot. Nou, as ek nou na jou boek kyk, jy het alles. Jy het goed soos vetkoeken hierin. Dis reg, my oma's vetkoek resep, haar soetkoekies, sauskleikies, you name it. En so is elke hoofdstuk opgedeel in die verskillende kategorieën. Dan sal ook een laaste hoofdstuk wat net soos sause het en die basic pastries en die basis is goed wat jy nie kombuis gaan maak as jy iets in mekaar wil slaan. So dis recepte van allemaal. Selfs iemand wat nie kan kos maak nie, sal dit kan doen. Elke recept is ook ingedeel in een tydsberekening, so 15 minuten, een uur of wat ook al. Moeilik, makkelijk of baie makkelijk. En dan is daar ook natuurlijk hoeveel porties hy gee. So dit is regtig een baie vriendelike kookboek. En dan moet ek ook vir jou sê, wat my helemaal aangetrek het van die boek, is die foto's. En jy het alles self geneem. Met die uitsondering van 3 of 4 foto's het ek die hele boek afgeneem. Dit het met een lang tyd gebeur en voordat die idee nog gekom het van die boek, het ek actually net een dag voor my rekenaar gesit met al die foto's en besef, dit kan actually een boek wees. En voilà, daar die French Affair geboorig word. En nou kom ons met een restaurant. Vertel ons bietjie meer daarvan. Weer eens van kinderdae was, het ek aan ons in ons sitkamer my male bedien asof hulle in my eie restaurantje sit. Rian Kruiwagen het op die TV gepraat en dit was my restaurant gewees. En toe, jy weet, soos dinge loop, allemaal vroeg my hoe die restaurant gebeur, it just happened. Jy weet, jy soek na plekkie, klein, prachtige mure, ou vloere, en jy kry die plekkie en dan doen jy alles in jou vermoe om die plek in besit te neem. Gaan ons boerekos daar kan kry? Jylle sal een koeksister of 2 daar kan kry, definitief. Maar ons focus op moderne Franse cuisine. Met definitief een Afrikaanse touch in het. So lekker mengsel van alles. En hulle love it hoor. Die Franse love it. Natuurlijk. Hulle hou ons van mooi goed en lekker goed. Exactly. Jan Hendrik se liefde vir kos kom hulle lang pad. Na school het hy 'n diploma in culinaire kuns op Stellenbosch gekry en daarna verlang as kosfotograaf gewerk vir Elle in Suid-Afrika en Frankryk. Hy het ook as die chef gewerk op 'n private seiljag in die Franse Riviera. To my grandmother, Oma Hesi, for being the strongest, most unselfish person that I know. Ek voel baie trots op hom. Van klein tyd af was hy 'n belewenis. Alles wat hy gedoen het, het hy met passie gedoen. Ek dink is dit definitief een van die mooiste boeke wat ek nog gesien het. En die feit dat Jan Hendrik self die foto's geneem het, is net heeltemal amazing. Dit is so 'n wonderlike samenkoms van al Jan se talent. Of het nou kookkuns is, of het sy liefde vir fotografie is, sy liefde vir reis. En ek dink wat vir my rarig uitstaan is die feit dat hy sy roots onthou. Dit was iets baie speciaal wat ek en Jan Hendrik kon deel. Van ons altyd kom uit Afrikaanse huise met ons oma's wat gekook het. En so, dit was iets baie sentimenteel en wat ons baie oordra.
So as jy mal is oor Franse kos, gaan kry nou jou kopie van The French Chef. Dis perfek vir die somer en al wat ek kan sê is bon appétit.